Neentje en de dierentuin. Zeg Neent, zei vader op een dag, ik heb een goed idee. Ik ga eens naar de dierentuin. Wil jij soms mee? De dierentuin, riep Neentje uit. Hoi hoi, dat vind ik fijn, maar dat is toch wel heel ver weg. Gaan we dan met de trein? O ja, ze gingen met de trein, een echte grote trein. Hij reed zo hard hij rijden kon en voor het raam zat Neent. Ze reden zeker wel een uur voordat de trein bleef staan. Toen stapte vader uit en zei, loop achter mij maar aan. Zij liepen door een lange laan waar papegaaien zaten. Die riepen heel hard, ha die nein, want papegaaien praten. Toen zagen zij een heel leuk paard. Hé, wat is dat, riep nein, een paard met strepen op zijn rug, zou dat een zebra zijn? Zij zagen ook een kangoeroe met in haar buik een zak. Daar zat haar kleine kindje en heel fijn op zijn gemak. Toen zagen zij een olifant. Wat is zo'n dier toch groot? Kijk, nee, hij steekt zijn sluif al uit. Geef maar een stukje brood. En heb je daar die aap gezien? Die hangt daar aan een boom met één hand los. Is dat niet knap? Dan vindt een aap gewoon. Daar heb je die giraf ook. Wat zijn hun halzen lang? Die doen je niks hoor, kleine nein. Nee hoor, wees maar niet bang. Aan het einde van die dag mocht Neentje rijden gaan. Een schildpad, daar mocht Neentje op. Kijk maar, daar komt zij aan. En toen was alles weer voorbij. Zij gingen naar de trein en in de trein viel Neen in slaap. Slaap lekker, kleine nein.